Jongeren moeten weten hoe de natuur in elkaar zit om het nodige respect daarvoor op te brengen. De beschermde diersoorten van Suriname zijn daar een belangrijk onderdeel van. Om dit te stimuleren heeft de Green Heritage Fund Suriname gisteren een kinderdagproject uitgevoerd in het district Saramaka, waar ook de dierenopvang van de organisatie staat. De luiaard is onderdeel van de beschermde diersoorten in Suriname. Directeur Monique Pool van de Green Heritage Fund Suriname vindt het belangrijk om van jongs af aan de kinderen kennis bij te brengen over de verschillende diersoorten in Suriname, in het bijzonder de luiaard. Door middel van interactieve activiteiten heeft de organisatie getracht om de kinderen verschillende aspecten van de natuur bij te brengen. We gaan een film zien, die is ter beschikking gesteld door de Amerikaanse ambassade. En we gaan een boekje lezen samen met de kinderen. En misschien ook nog een leuk spelletje doen waarbij ze wat actiever bezig zijn. We gaan een Surinaamse gudupa meenemen. En die gaat ook leuke dingen doen met de kinderen. Dus het is meer echt iets om leuk met de kinderen bezig te zijn. Tegelijkertijd ze iets meer te leren over de dieren van Suriname. Dit zijn bij ons lopende projecten. Dus dat wil zeggen dat we volgend jaar gaan we weer activiteiten ook met de kinderen doen. Niet alleen op kinderdag, waarschijnlijk ook op de internationale luiaarddag. Dat is in oktober, derde zaterdag van oktober. Waarschijnlijk ook in de vakantie. We hadden recent een activiteit in Nikeri, waarbij kinderen van Saramaka, Koroni en Nikeri aan hebben meegedaan. Dus we proberen op die manier de kinderen van de verschillende districten toch ook iets leuks te geven. Dus iets terug te geven aan die gemeenschappen, omdat in Paramaribo natuurlijk veel meer te doen is. Het voortzetten van zulke projecten is prioriteit voor de organisatie, zegt Pool. Ze besluit met de oproep aan de samenleving om het respect voor de natuur te blijven opbrengen.